Nou, mijn naam is Koen Cornelissen. Ik ben ooit geboren 65 jaar geleden in Almelo. Prachtige stad aan de A, zoals u weet. En ik schrijf boeken van tijd tot tijd. De schrijverij begon eigenlijk in 1982. Toen is dit boek tot stand gekomen samen met een vriend van mij in de schaduw van de Adelaar. Daarna is er een boek verschenen, Twente weer vrij. Dat is een fotoboek over hele gebeurtenissen in Twente. Daarna is in 1985 Storm uit het Noorden verschenen. Dat is een boek over de inval in 1940. In 1996, ik was toen voorzitter van de schietvereniging hier in Almelo van SDVV, heb ik dit boek mogen maken. Dat gaat over 85 jaar schietsport. In 2006 heb ik het boek over de Jodenvervolging in Almelo geschreven. Zwaar werk, zeer emotioneel werk. Vooral het onderzoek wat ik pleegde bij de getuigen waar ik geweest ben. Zeer vermoeiend werk ook, maar ik ben blij dat ik het heb mogen doen. En dan als klap op de vuurpijl, SIPO NSD in Twente, wat voor nou 80% over Almelo gaat eigenlijk. Ja, je hebt een tik, hè? Ik ben een geschiedenisman. Ik vind alles wat oud is, vind ik prachtig. Is me ook een beetje met de paplepel ingegoten door mijn vader vooral. Die was gek op stenen en op fossielen en op oudheden. En als jongetje van 10 jaar liep ik al bij archeologen hier in de buurt. Als ze aan het opgraven waren, ik vond dat prachtig. En ik heb nog steeds die interesse. U ziet hier die kast achter mij. Er zijn allemaal opgravingen, dat is Romeins aardewerk, dat is middeleeuws aardewerk. Dus ik heb eigenlijk een hele brede interesse. Het is niet alleen die oorlogsgeschiedenis. Maar dat was nog het grijpbare. Ik kon in die dagen kon ik nog getuigen vinden. En vandaar dat ik dat eerst heb aangepakt. Dat komt allemaal uit archieven. Dat heb ik allemaal zelf verzameld in de loop der jaren. Ik was in de 70e jaren, kende ik nogal wat politiemensen en die hadden in de oorlog, na de oorlog bij de POD gezeten, politieke opsporingsdienst. Die hadden toen de tijd allemaal Duitsers verhoord en NSB'ers en andere mensen die wat op hun kerfstok hadden. En die hadden van al die onderzoeken en van al die gesprekken hadden ze processen verbaal gemaakt. En die heb ik geleend. Van die wat. En zo heb ik alles bij elkaar geharkt, kopieën gemaakt, weer teruggegeven. En zo breidt zich dat uit. In die processen verbaalden staan adressen in van Duitsers. En uiteindelijk vind je hem. En dan, zo heb ik een tiental Duitsers gesproken, SD'ers. En dat is echt uniek voor Nederland. Echt heet van de naald. Mensen die hun ei wel kwijt wouden. En die vooral technische details konden vertellen over de sigaretsdienst. Wat eigenlijk niemand weet. Nee, ik ben zo druk daarmee geweest. Ik wil gewoon een paar jaar niks doen. En het is, ik denk dat het net is als met een kunstenaar die een schilderij maakt. Dat op een gegeven moment borrelt dat op en dan ken ik mezelf wel. Ja, dan duik ik erin. Nou ja, en dan komt de onderste steen boven. Dus ik doe nog wel eens wat in den landen voor andere instanties die mij om bepaalde inlichtingen vragen of om onderzoeken te doen, dat doe ik er zo tussendoor nog wel eens. Maar echt een boek schrijven, nou, we gaan het zien.